hele goede morgen. Nessie was vandaag in de ochtend vrij. Ze hadden al voorgenomen vandaag even lekker samen uitgebreid te gaan ontbijten. We hebben ook echt samen even ontbeten, lekker gekletst. Een uurtje en daarna zijn we even weer allebei onze eigen gang opgegaan. Het is echt lang geleden, hè? Het is echt lang geleden, man. Want ik wil vandaag echt weer heel graag shooten. Ik wil weer even lekker aan het werk. Ik wil meer filmen. Ik wil gewoon wat actiever zijn. Ik heb echt heel lang stilgezeten. Heb ik ook mijn redenen voor. Maar ik wil weer gewoon lekker aan de slag. En ik heb gewoon opeens heel veel motivatie. Het weer helpt mij ook echt heel goed erbij. Ja, het sneeuwt niet meer, maar de zon schijnt echt volop vandaag. Dus daar wil ik echt gebruik van gaan maken. En ja, zodoende eigenlijk. Ik ben me een beetje aan het klaarmaken. Nessie is aan het sporten. Ik wil vandaag eigenlijk gaan sporten, maar ik dacht nee. Ik wil even vandaag even heel productief aan de slag gaan. En dan kan ik even dat sporten skippen, want het wordt nog steeds best wel vroeg donker. En daarnaast ben ik de laatste tijd echt zoveel aan het lezen. En ik vind het echt zo leuk om te doen. Het is misschien heel stom te zeggen. Maar vroeger was ik echt een boekenworm. Als in, ik denk vanaf mijn 10e tot mijn 15e, dat ik echt gewoon elke dag wel een boek kon lezen. Ik was echt zo obsessief met lezen. En daardoor was mijn Nederlands opeens echt gewoon veel beter. Ken je dat, zeg maar, dat je naar bed wilt gaan, dat je daarvoor gaat lezen, dat je echt zo moe bent, je ogen vallen gewoon echt dicht, maar je wilt gewoon verder lezen omdat je het gewoon zo leuk vindt? Dat had ik dus gisteren en ja, daar haal ik echt zoveel plezier uit. Ik heb dus laatst een grote bestelling gedaan bij de Zara. Maar tegenwoordig sturen ze alles in gedeelten op. Echt heel irritant. Dus ik heb nu 2 dozen binnen en ik wacht nog op de derde. Maar ik heb echt zoveel leuke dingen besteld. En dat heb ik echt gewoon expres gedaan. Want normaal gesproken ga ik altijd een beetje voor dezelfde kleuren waar ik me gewoon goed in voel. En waar ik me ook gewoon mooi in voel natuurlijk. Maar ik wil gewoon even een heel andere kant op gaan. Gewoon even lekker weer kleuren dragen. Lekker fel. Ja, ik had er gewoon echt zin in. Ik zag het op de site, de nieuwe collectie. Toen dacht ik, ja, ik ga gewoon voor heel wat anders. Oké, guys, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon de eerste pakketje die ik heb gekregen van Zara even met jullie unboxen. En daarna ga ik me even klaarmaken. Ik heb echt heel leuke kleurtjes besteld. Oké, daar gaan we. Als eerst heb ik weer een pet gehaald. Echt zo lang geleden dat ik een pet überhaupt heb gedragen. Met zo'n zachte wollen petje. Die heb ik even gehaald. Ik heb een paarse blazer gehaald. Ik vind paars echt een van de mooiste kleuren ever. Vooral deze, het lichte, zeg maar. Want ik vind het ook echt heel erg mooi in combinatie met mijn haarkleur. Ook heb ik een knalgroene blazer gekocht. Ik heb deze gepast en hij was echt zo mooi. En ik heb een knaloranje topje gehaald. Ik wil al heel lang zo'n topje, zeg maar, in deze kleur. En ik heb hem eindelijk gevonden. Deze was ook echt gewoon spotgoedkoop, volgens mij een tientje of zo. En het is een bodysuit. Super handig. Dan heb ik nog een paarse top. Deze is van de sale. Volgens mij was het iets van 5 euro of zo. En daarbij hoort het dus bij de blazer die ik jullie net heb laten zien. Het is namelijk een setje. Kijk. Het is dus een setje. Een rokje met een blazer. Ik vond het echt zo cute. Alleen ik heb het nog niet gepassen. En mini rokjes zijn bij mij meestal een beetje, ja, eigenlijk niet mooi meestal. Maar ik weet niet. Ik vond het zo leuk eruit. En ik dacht van, ik ga het gewoon bestellen. En als het niet mooi staat, dan stuur ik het wel terug. En anders hou ik het gewoon. En ik heb zo'n wijde broek gekocht van de Zara. Slim Flare. Hij gaat dus van onder, word je opeens dus wijd. Oké, outfit of the day. Zoals jullie weten ben ik echt een heel erg fan van mijn oversized witte jas. En ik heb een nieuwe van Naked. Dat is dus deze. Ik ben echt zo happy mee. Ik heb een nieuwe tas van Naked in het groen. Ik heb dit topje aan. Het is een beetje van een, het is een satijnen topje. Echt heel mooi. En ik heb dus een broek aan. Die echt heel erg wijd uitloopt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Omheen. Dus ja, dit is mijn outfit van vandaag. Deze ga ik shooten. Ik zie jullie straks. Ik ben net terug van shooten. Het is echt ijskoud buiten. Het zonnetje bedriegt echt. Maar ik heb echt een beetje iets heel doms gedaan. Want ik was aan het shooten. En toen zag ik dat ik dit niet eraf had gehaald, label. En nu zie je het op alle foto's gewoon staan. Dus ik ga dit even eraf knippen. En dan ga ik weer opnieuw een paar foto's maken. Oké, outfit number 2. Ik ben echt zo blij dat ik deze blazer heb gehaald. Want deze groen vind ik echt zo mooi bij mij staan. Ik draag het echt nooit.
Maar kijk één keer hoe cute. Ik heb gewoon dezelfde broek aangelaten. Witte topje eronder. Groene blazer. I love it. En dan deze groene tas erbij. Yes! Ik ben oprecht echt heel happy dat ik even heel wat anders heb gekocht voor een keer. Oh, ik ben klaar met alles. Ik heb mezelf helemaal ingepakt. Echt, mijn handen waren echt vuurrood geworden van de kou. Ik ging even shooten buiten. En ik denk echt dat ik uiteindelijk een kwartiertje over heb gedaan. Maar mijn vingers waren echt gewoon helemaal rood. Ik heb mezelf helemaal even ingepakt. Ik heb een jas aan van Naked. Topje van LA Sisters. En dan heb ik ook eronder echt zo'n lekkere warme broek aan. Die laat ik jullie even zo zien. Ik ga nu even mezelf verwennen met Starbucks. Even een koffietje halen. En dan ga ik even naar Simbelle om te kijken of die alweer richting huis komt. Ik heb echt zo'n heel chille broek hieronder aan. Ook van Naked. Hij is echt heel wijd. Maar ik vind hem heel chill, want hij is echt heel erg warm. Guys, echt het irritantste wat er bestaat is een mondkapje opdoen als je oorbellen hebt. Maar ik was dus bij de Starbucks. Er kwam dus zo'n klant en die vroeg naar zo'n TikTok drankje. Woe. En ik zag die medewerkers al helemaal balen. Die vinden het natuurlijk hartstikke kut. Maar er gaan altijd van die rare drankjes toch rond op TikTok. En dan komen dus klanten dus gewoon aan de balie vragen voor een specifiek drankje. Bijvoorbeeld zo'n roze drankje of zoals laatst helemaal had. Maar dat maken ze in Nederland dus helemaal niet. Dus ik zag die medewerker al kijken van fuck my life gewoon. Guys, ik ben net thuis. Hallo, zijn bitches? Les is aan het eten en tegenwoordig maak ik dus alle prep meals voor hem. Oh, kijk, ik heb bijvoorbeeld gisteren pasta gemaakt. En dat is voor mij heel handig, want Les is momenteel aan het bulken. Dat betekent dat hij dus moet aankomen. Ja, en ik ben natuurlijk niet aan het bulken, dus wij eten heel erg anders. En zo hoef ik dus gedurende de dag geen rekening met hem te houden. Vind je het leuk als ik heel veel eet? Ik eet echt veel, hè? Ja, ik ben wel echt een feeder. Dus ik vind het echt zoveel. Oh, het ruikt heel lekker trouwens. Ja. Dit is trouwens linzenpasta, hè? Ja. Niet de normale. Merk je dat? Ja. Ik ga vandaag gamba's eten. Oh? Dat heb ik gisteren gekocht. Zo, guys. Ik ga kopen. Ik ga garnalen maken. En ik ga een recept volgen van Kerryuji, ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek. Maar ik ga even lekker garnalen maken. Ik doe asperges in de oven. Doe er een beetje rijst bij. En dat is mijn eten van vanavond. En dan doe ik deze knoflookpasta erbij. Dan doen we er nu tomaten zelf bij. En dan nog peterselie erbij. That's it! Allah belge. Allah belge. Allah boos. Je komt hoor. Dat is mijn kat, hè. Dat is mijn lieve kat. Zit je nog eens in een vergadering? Ik zit niet in een vergadering. Ik ben met allemaal mensen. En die van de meiden en zo. Iedereen zit hier. Echt een rare app. Ik zweer, je hebt echt een rare app ontdekt. Oh, Lira, ze is er zo dik uit op beeld. Guys, ik kom net uit de douche. Ik had echt heerlijk gegeten. Die chili is echt zo scherp. Ik heb een keer voor de verandering chili gekocht van de Turk. En die is echt niet normaal scherp. Echt niet te vergelijken met die van een supermarkt. Dus mocht ik mensen hebben die me volgen en die echt van pittig houden, ga naar de Turkse supermarkt en dan koop de rode pepers. Guys, voordat ik de vlog af ga sluiten. Dit is mijn snack van vanavond. We zijn een keer naar de Turkse supermarkt geweest. Allemaal lekkere dingen gehaald, maar deze is echt niet normaal. Dus ik ga echt even een lekkere koffiemomentje ervan maken. Koffie even zetten en dan dit eten en lekker editen. Zie ik jullie morgen weer. Doeg!